Woensdag was de beurt aan stadsdichter en nachtburgemeester Juno. Onder leiding van hem was de beurt aan de nieuwe lichting met nieuwe muziek en dans, beats en rhymes, street art en spoken word. Dus laten we kijken wat het allemaal inhoudt. Variëteit op aan poëtische schrijfsels en iets wat excentrieke muziek aan de energiekade van Stichting De Nieuwe Lichting. Een Rotterdamse club die muzikale en culturele talenten een kans geeft. Dan gaan wij van de kroeg door naar de festivals die helaas niet doorgaan. Ja, hier gaat het wel door, gelukkig. Maar de meerdaagse festivals natuurlijk helaas niet. Maar ik wil jullie graag meenemen naar Down the Basket Pinklands en hoe het er daaraan toe gaat. Je hebt een piep in je oor. Aan je handen zitten van die rouwrandjes. Ja, weet je, het is gewoon goor. Er slingert ergens nog een zak met geplette eierkoeken. En heel de tent ligt vol met vieze sokken en onderbroeken. Maandag 16 augustus op RTV Dordrecht een uitgebreid verslag van Beat the Poetry. Iedere maandag zet RTV Dordrecht de hoogtepunten uit van de Dordtse feesten met interviews van organisatoren en artiesten.